Hey allemaal, vandaag een collectieve fashion shoplog. Iets dat ik niet zo vaak doe, maar dat ik wel beloofd had. Ik had een tijdje geleden een foto geplaatst op Instagram en iemand vroeg of ik een paar dingen in de Solo gekocht had. En dat was het geval. Ik had beloofd dat ik daar een filmpje over zou maken, maar het is een beetje blijven liggen. Vandaar nu een collectieve fashion shoplog met een paar zomerse dingen die ik nog wel kan doordragen naar de herfst toe. En al een paar echte herfst aankopen. Dus laten we beginnen. Ik kom heel graag bij de Wee voor een aantal basisstukken. En wat ik er heel graag koop zijn van deze linnen t-shirts. Ze dragen heel erg fijn. Je hebt ze met mouwtjes. In de zomer heb je ze ook zonder mouwtjes. Je hebt ze in allerlei kleuren. Dus ik heb intussen een kleine collectie uitgebouwd. Ze zijn echt wel super comfortabel om te dragen. In de Solde heb ik ze gekocht in het geel en in het blauw. Dan was er wel wat korting op, maar ook aan de volle prijs zijn ze heel erg betaalbaar. Een andere winkel die ik dit jaar ontdekt heb is de CKS. Ik wist dat die winkel bestond, ik ben er regelmatig langs gelopen en iedere keer dacht ik, ah ja, hier wil ik ook nog wel eens binnen. Maar ja, het heeft tot enkele maanden geleden geduurd. En toen waren het ook onmiddellijk solde ideaal. Wat heb ik er gekocht? Een aantal shorten. Bijvoorbeeld deze. Dun materiaal met een fijn gevlochten riempje erbij. En heel erg gemakkelijk om te dragen. Die heb ik ook meegenomen naar New York. Samen met deze roze short met witte streepjes. Fijne witte streepjes. Die is ietsje dikker van stof. Maar niettemin ook gemakkelijk in de zomer. Ik vind dat, zeker als ik zo op reis ben, vind ik dat leuker dan kleedjes. Omdat je met een short niet zo moet opletten hoe je gaat zitten of waar dat je staat. Dus deze twee heb ik ook met soldekorting kunnen aankopen en daar was ik zeer tevreden van. Een ander CKS soldekoopje is deze blazer. Even de goeie ophouden. Het is eigenlijk een blauwe blazer, redelijk kort van model, een beetje gecentreerd van achter. Ook fijne stof, niet te dik, niet te dun. En de verkoopster zei ook van, ja, dit model komt eigenlijk elk jaar terug of elk seizoen terug. Dus dat is zeker iets dat, ja, iets wat klassiek is, maar wel nog met een moderne touch, maar dat ik ook lang in mijn collectie kan houden en dus kan blijven dragen, ook in de volgende seizoenen en ja, ongeacht de trends. Een aantal Talking French aankopen. Het is misschien een beetje zonde om die te laten zien, want je gaat dat niet meer gemakkelijk kunnen vinden. Spijtig genoeg is in het voorjaar het merk failliet gegaan, maar ik had dan een melding gezien op Facebook. Iemand heeft blijkbaar de overschot van de collectie van de curator overgekocht en die had een soort van stokzeil. En ik ben daar naartoe gegaan eind augustus, de dag voor mijn trouw. Ik heb daar ook een klein stukje over gevlogd. Het was een gigantische locatie, heel veel kleren in verschillende maten, dus keuze genoeg. Ik heb mij daar achter de rekken moeten omkleden om de kleren te passen, want er waren wel paskortjes, maar niet superveel. En heel veel mensen hadden redelijk wat stuks om te passen, gingen ook nieuwe maten halen en het was lang aanschuiven. Dus ik dacht, oké, we gaan er gewoon voor. Ik heb mij in dat hoekje gezet achter de kledingrek. Mij gehurkt, omgekleed. En ja, het was wel de moeite. Ik kon er tot 80% korting krijgen. Wat zeker voor Talking French ja, een groot verschil uitmaakt. Want het was een mooi merk met kwalitatieve kledij. Maar het was ook niet super goedkoop. Maar met 80% korting en mijn laatste kans. Dus ik had zoiets van, oké, ik ga ervoor. Een simpel basic geel topje. Heb ik gekocht. Dit, ja, zoiets kan je altijd gebruiken. Nog een tanktop, maar ietsje meer flowy met fijne witte studs. Hij loopt een klein beetje uit van onder, maar het is eigenlijk de bedoeling dat ik hem zo ingetukt in een broek of in een rok draag. Met een beetje, ja, een beetje laat oppoffen, uitkomen. En dat is, ja, ideaal voor de zomerperiode of voor nu met een jeans en met een jasje erover. Het laatste topje is deze. Een mintgroen exemplaar. Ook heel licht van stof. Dit is wel bolwas. Er zit bijvoorbeeld wat kant hier op de schouders. Mooi detail. Basic, maar toch weer met een leuke twist. Een speciaal stuk van Talking French. Iets dat ik misschien niet aan volle prijs zou gekocht hebben. Maar wel naar gekeken zou hebben, maar een beetje getwijfeld over de print. Maar nu met die stokzeil vond ik het wel de moeite waard om te proberen. Het is een jumpsuit, dus het is een vrij lang stuk ja, met pijpen tot beneden. Een simpele snit, dus V-hals met een knoopje en korte mouwtjes. En ik vond dat wel plezant. Het is zoiets anders. Ja, het is wel meer een trendstuk. Misschien dat ik dat niet jarenlang ga kunnen houden.
Maar zeker voor de komende tijd vind ik dit wel interessant. Ook weer met een blazerje of een vestje erover. En hakken eronder en je bent meteen heel erg opvallend en leuk aangekleed. Nog een stuk van Talking French waar dat ik misschien ook over getwijfeld zou hebben, omdat ik niet zeker wist of dat het mij zou staan of niet, is deze midi rok. Komt zo ongeveer tot het midden van mijn kuiten. Met een gele onderrok en kant erbovenop. Heel erg tof voor in de zomer met zo'n flowy top erbovenop bijvoorbeeld. Geeft zo echt een zomers zonnig effect. Heb ik ook meegenomen naar New York en daar zo mee zitten rondlopen. Ja, ik heb een beetje een boho chic gevoel, maar wel een heel fijn stuk om te dragen. Dit is trouwens het topje dat ik op die lange rok heb gedragen. Heel luchtig van stof, heel dun. En dan heb ik het zo in de rok gedaan en een beetje laten uitkomen. Een paar sandaaltjes eronder en was dat meteen heel leuk aangekleed. Deze heb ik zelfs in een maat groter gekocht om zo dat extra luchtige flowy effect te hebben. Mijn laatste twee Talking French aankopen, en dat is al zo meer mijn standaard stijl, kleedjes. Ik vind dat super om te dragen. Eén stuk en je bent volledig klaar. Dit gele exemplaar is zo echt goed passend met een peplum accentje. Die had ik al in een maat 40, maar doordat ik met infralinie best wel wat kilo's ben afgevallen, is dat die niet meer zo gepast. En ik vind wel dat zo'n model gepast moet zitten, dus die heb ik dan in de stokverkoop in een maat kleiner gekocht. En dit kleedje vond ik ook wel heel erg leuk, ook weer heel basic, geen mouwtjes, redelijk recht, een klein beetje gecentreerd en met blauwe en gouden accenten. Mijn laatste zomeraankoop en tevens een soldescoretje zijn deze sandalen van Giger. Ze zijn poederroze met gouden accenten en met een serieuze portie bling. Maar ik vind het wel plezant, zeker onder zo'n boho rok als die van Talking French. Heel comfortabel, ik heb ze regelmatig aangehad deze zomer. Ik had ze niet meegenomen naar New York omdat ik ze net iets te mooi vond. En mijn andere sandalen waren iets meer versleten, dus die mochten mee. Maar hier voor thuis hebben ze zeker hun nut gehad. Echt prachtige sandalen die ik ook volgende jaren kan doordragen. En nu komen we aan de herfststukken. Normaal gezien probeer ik mijzelf een beetje in te houden. Herfstkleding kopen vooraleer dat de herfst effectief daar is. Ik doe dat niet zo graag. Ik vind dat zo zonde. Ik wil te veel genieten van de zomer die we dan nog hebben. Maar ik zag dit paar schoenen staan. Nu, ik heb een maat 39 en dat is een van de meest voorkomende maten. Dus heel vaak is het een kwestie van op dat moment kiezen van ga ik ervoor of ga ik er niet voor. En ik had geen zin om achteraf online te zitten zoeken naar dit paar schoenen. Dus ik wist dat ik ze heel mooi vond en ik wist dat ik ze veel zou dragen. Enkelaarsjes vind ik echt wel iets, een must-have, iets dat een staple is in mijn kast. Handig om te dragen bij jeansbroeken of zwarte broeken. Ook handig om onder een kleedje te dragen en het iets wat stoerder aan te kleren. Gemakkelijke enkelaarsjes met een hele kleine hak. Toch comfortabel om rond te lopen. Deze hebben een iets spitsere punt met ritsen aan de zijkant en hier wat van die franjes. Basic met een klein accent, maar vooral heel erg comfortabel. Dus ik vond het wel grappig, het was 30 graden die dag en ik was enkelaarsjes aan het passen. Het trok ook niks, maar ik heb ze gelukkig wel gekocht en ik ga er zeer zeer content mee zijn. Ik heb ze twee keer aangehad, ik heb ze al goed ingelopen, het is super zacht leder, dus investering van deze herfst. Mijn volgende aankoop is terug een CKS aankoop en dat is dit kleedje. Die heb ik op dezelfde dag gekocht als die enkelaarsjes. Het was er het weer niet voor, maar ik zag het kleedje staan. Het is eigenlijk een kleedje met halve mouwtjes met een blauwe panterprint. Ik heb de camera wat lager gezet zodat je een volledig beeld kunt krijgen. Het is eigenlijk ook weer een gepast kleedje met vanachter hier een klein beetje een ruche, een accentje, twee zakjes, halve mouwtjes. Dus ideaal voor het tussenseizoen of voor in de winter met een dikke kousenbroek. Voorlaatste aankoop, een nieuw paar ballerina's. Ik draag heel graag ballerina's. Ik draag ook heel graag hakken. Maar af en toe, en zeker als ik een hele dag op pad moet in de stad, dan zijn platte schoenen echt wel handig. Basic zwarte ballerina's, leder met een ronde punt en een klein strikje. Ik kocht ze vorige week in Antwerpen. We waren daar
een beetje een onverwacht bezoekje en wat rondgelopen. En ja, uiteraard, ik en schoenenwinkels, dat gaat zeer goed samen. Maar ik had effectief een nieuw paar zwarte ballerina's nodig, want ik heb twee paar weggedaan die compleet versleten waren. En dit is zoiets, ja, als je het ziet moet je snel zijn, alweer die maat 39. Basic, zwart, goed leder, comfortabel. Ja, meer moet dat niet zijn. En dan mijn laatste aankoop is weer iets met zwart leder. Ik bespeur een trend. Dat is dit lederen jasje van de Massimo Dutti. ja, ik heb wel graag lederen jasjes. Dat kleedt af, maar geeft ook een iets wat stoerder effect. Zeker als je zo van die accentjes hebt. Ritjes ook aan de mouwen, een accent op de schouder. Ja, van binnen is het dan weer licht. Zo'n beetje een nude effect. Maar van buiten zwart, super zacht. Ook een beetje gecentreerd van achter. Met een gecentreerd stuk onderaan. Zeer zacht, zeer fijn om te dragen. En nu met de dalende temperatuur heb ik er al goed gebruik van kunnen maken. Dus zeker één van mijn favoriete aankopen. Zo, dat was mijn fashion haul. Ik ben natuurlijk geen fashion blogger. Je ziet, het zijn bij mij vooral basisstukken, normale dingen uit normale winkels. Maar ja, het is wel leuk om een keer te laten zien. Het was ook op verzoek, dus ik doe dat dan graag genoeg. Ook al was het een beetje laat. Het spijt mij dat ik er 3 maanden over gedaan heb. Laat me weten of je het interessant vond of dat je nog eens zoiets zou willen zien. In elk geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!